Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van de Droomkraft Plotwereld. En ik ben hier met deze pompoen. Hallo pompoen, hallo meneer. Hallo. Alles goed met u? Ja, en met jou? Ja, prima. Alles gaat helemaal goed. En we zijn vandaag bij een nieuw plot van Nienke. Nienke uit Limburg. Nienke komt uit Limburg. En ze heeft vandaag hier een heel mooi plot gemaakt. Gaan we de lange weg doen of de korte weg? Want ik zie daar een bordje. We gaan de lange weg. We mogen zelf bepalen wat we gaan doen. We gaan de lange weg nemen. Oké, dan moeten we die kant op. En het is inderdaad een beetje een koud plot. Ik zie dat jij een beetje voorbereid bent. Maar ik heb daarentegen best wel weinig kleding aan. Dus ik hoop dat het niet al te lang gaat duren. Maar het ziet er op zich wel redelijk uit. Qua klimaat. Frozen land. Het is Frozen Land. Dat is Engels. Frozen Land. En we gaan naar binnen, een magisch tapijt hier, zo stappen we naar binnen en we gaan gelijk over ijs. Oeh, dit is spannend. Kijk wat er staat. Oh ja, dit plot kan je ook bekijken als het nacht is. Oké, welkom in Frozenland. Hopelijk heb je veel plezier. Ik heb erg mijn best gedaan met wat hulp van DJ Jelly als technische hulp. Oh, het gaat helemaal naar boven. Oh, ik moet vanaf onder naar boven. Hennis, Alicia, Celine, NL, Stitch for Life en de technische hulp van DJ Jelly. En er staat nog een bordje en Innie Minnie zelfs nog apart. Nou, netjes. Ik ben benieuwd technische naar dit plot. Technische hulp. Het is misschien niet goed geschreven, maar we begrijpen wat er staat. En het ziet er wel echt heel bijzonder uit. Ik zie daar een ijsfarm met een frozen coaster. We hebben een kasteel. En we hebben een frozen magic. Oh, we hebben van alles hier zo. Wat gaan we als eerst doen, Robin? Zullen we eerst naar het kasteel? Ja, oké. Nou, dit ziet er heel mooi uit met een groot Olaf hoofd. En ik zie daar Elsa en Anna. Of Anna en Elsa, wat is het? Dat is Elsa, toch? Anna is toch met lange haren? Ik geloof het wel. Ja, toch? Hebben die film nooit gezien? Oh, oké. Okay. Wat staat daar? Een soort van reacties, weetjes. 1. Meesterwerk, plot, vloer veranderen. Je mag een reactie achterlaten in de hopper. Ik plaats hem wel voor je op het bord. Ja, nou, en dat kan niet meer. Ik zeg gewoon leuk, koud, plot. Vincent. Ja, je kan geen boekjes meer openen in de creative. Oké. Dat was een beetje misbruikt door iedereen. Oké, jammer. Nou, jammer. Goed. Dan gaan we eens kijken. Dit is het overzicht van de plot. Nou, we kwamen eigenlijk ergens binnen. Er is een grote dark ride, daar zie ik. Nou, daar is het kasteel. We zijn momenteel op de groene stip voor het kasteel. We kunnen dadelijk zo naar voren lopen. En dan gaan we in ieder geval langs de dark ride, denk ik. Want daar is de ingang. En ik zie ook een soort van achtbaan die daar loopt, denk ik. En nog wat. Het is allemaal best bijzonder. Ach, Robin. Wat is er? Dit hoort toch niet zo? Oh, echt niet? Voor mij hoort het zo. Ja, kijk, zo is die beter. Speciaal voor Vin. Oh, blijf daar, Robin. Dit is speciaal voor mij. Nee, ik heb het al gezien. Nee, oh, oké. Speciaal voor Vincent. Limburgse vlaaien. Oh. Nom. Robin. Ik heb ze opgegeten. Je hebt ze gesloopt. Nee, ik heb ze opgegeten. Ik haal wel nieuwe. Dag meneer. Hallo, zeg. Hallo, mag ik alsjeblieft een lekker taartje van u? Nou, ik heb er nog een paar op voorraad. Nou, ik neem wel eentje mee. Zo, kijk eens. Ik neem een lekkere. Ik ga hem ook eten. Nam, nam, nam. Oh, heerlijk. Ik heb hem gegeten. Was hij lekker? Hij was heerlijk. Weet je zeker dat het geen koeienfly was? Nee, het was echt een taartfly, denk ik. Oké. Zo proefde het niet namelijk. Wat is hier? Plastic zakjes 10 cent. Ja, tegenwoordig moet je betalen voor de plastic zakjes. Ja. Ze vragen hier ook al in de Minecraft, vragen ze ook al extra geld ervoor. Weet je wat het stom is? Ik vergeet altijd een plastic tasje mee te nemen. Dus echt het kost me steeds meer geld. Ja, maar ik denk dat dat bij de meeste mensen wel is. Maar het als ze ook denken van, voor die 10 cent maakt het ook weer niet uit. Wat staat daar? Om Olaf goed te kunnen zien, zet je de wolken uit. Nou, de wolken zijn bij mij uit inderdaad. Bij mij maar ook. Zo hoog is die. Zo hoog is Olaf gemaakt. Echt bizar. Oh, ik zie nog meer allemaal artwork. Maar die hoort op een ander plot, geloof ik. Waar gaan we als eerst heen? Even kijken hoor. Is dat een ander plot? Ja, dat is een ander plot. Gaan we naar de dark ride? Of gaan we die... bewaren die gewoon als laatst? Want dat is altijd het spannendste. Ik wil wel in die coaster. Ja. Oké, dan gaan we zoeken hoor. Want ik zie daar wel een achtbaan in de verte. Het is een beetje een kaal plot. Maar het is wel overzichtelijk. Dat heb je ook niet heel vaak, hè. Dat je... Nee. Wat is hier? De ingang. Deze doet het. Mijn eerste attractie is niet zo goed gelukt. Nou, dat bepalen we zelf. Kom Robin. We gaan eens even een ritje doen in deze achtbaan. Nou, het station ligt helemaal buiten. En Robin gaat hem hopelijk besturen. Kijk, daar is Robin. Onze hulp. Zit je er? Oh, wacht. Dan eerst zo door. Oh, om een paar knoppen gaat hij zijn technische kunsten laten zien, dames en heren. Een beetje kijken zo. Komt er al een karretje, Robin? Dat kan ook zo. Volgens mij komt er iets aan. Ik hoor al iets.
Ja, oh, ik word erin getp'd. Oké. Okay. Zo. Dan maak ik snel vliegen. Komt u maar. Oei. Ja. Optakeling. Een lanceercoaster. Oei. Echt? Ja, volgens mij wel. Een bochtje. Oh, dat is tof gedaan. Zo. Wow, dat zit compact in elkaar. Ja, het is heel, heel compact inderdaad, die bochtjes. Hoppakee. Ik heb het gevoel dat ik even mijn resource pack moet aandoen, want ik hoor de Minecraft geluiden. De minecart. Kijk eens, wat gaan we nu doen? Kijk, wat is dit? Wat? Oh, daar kan je iets kopen, denk ik. Ik denk, daard, fly, weer fly. Oh, wow. Je kan hier naar onder. Oh, je gaat onder het standbeeld door, denk ik. Oh, dat is leuk gedaan. Kijk, wat hebben we hier zo? Hier hebben we ook nog wat, wat we niet hebben gedaan. Dat is namelijk, hij doet het wel, maar moet hem nog wel gethematiseerd worden. De Ice Farm. Nou, we kunnen even kijken. Wat is daar? Voorin, achterin. Oké. Okay. Oh, het is serieus een attractie. Oh, jij ging toch gooien? Ik denk dat deze nog niet af is, Vincent. Nee, hij zag er nog niet helemaal af uit. Zullen we hem gewoon lopen, deze attractie? Ja, doen we lopen. Kijk, nou, je gaat hier deze kant op. Nou, dan kom je langs allemaal de ondersteuning van de achtbaan. Ik vind de layout wel heel erg leuk. Nou, dan ga je hier zo, ga je dan later naar boven met een soort watervalletje hebt hij gemaakt. Heeft ze gemaakt, moet ik zeggen. En dan ga je bovenop, zo. En dan ga je naar beneden. Als een soort achtbaan, want dan gaat het wel echt stel naar beneden. Dus het is niet echt een klein treintje, geloof ik. Heel apart, dat stukje. Ik zou dat zelf niet helemaal doen op die manier. En dan kom je langs een grote... Oh, dat is ook heel mooi, ja, Robin. Mooi gethematiseerd. Ja, maar dan smelt het niet dan, het sneeuw? Nee. Oké. Okay. En dan een leuk molentje. Kan je ook naar binnen? Even kijken hoor. Oh, daar hebben ze allemaal opslag gemaakt en zo. Oké, okay, tof. Wel een beetje eentonig. Ik zou een beetje hoogtes verschillen, zo. Dat je een beetje op deze manier doet. Ja. En dan een beetje zo. Oh, kijk. Oh. Als ik over dat ding heen loop, dan gaat het... Hij speedt dus een beetje snel, merk ik. Zo, ik doe even speed. Oh. Kijk, als je het zo doet, heb je wat meer variatie met hoogtes. Oké. Okay. Nou, dan gaan we naar het volgende stukje in deze Frozen Land. Kom, Robin, we gaan naar de andere kant. Okay. Want wat hebben we nou gedaan? Mooi. Even kijken naar de bordjes. We hebben de farm gedaan, de coaster, we hebben het kasteel gezien. Dan is nog één dingetje en dat is de Frozen Magic. Maar hier zit ook allemaal dingetjes. Nee, hier is ook nog wat. Hier, komt er. Oh. Kom maar mee. Huis van Christof. Oh, daar ben ik. Ja, ik ben er al. Ik ben zo snel. Hoppakee. Oeh. Kijk eens, een goede zender zie ik alweer op televisie. Daar kijk ik graag naar. Ja, dat is Duck News, zie ik al. Hebben jullie al de nieuwe pompoen in een research pack gezien? Nieuwe pompoen? Ik heb helemaal niks gezien van de nieuwe pompoen. Oh, nou ja. Kijk, dan moet slaan. Je goed zoeken. Oké. Okay. Deze nieuwe pompoen in een research pack. Oh, nooit gezien. Nou, deze, even kijken hoor. Wat hebben we hier? Hier hebben we nog een mooi hartje. Met allemaal mannetjes, allemaal sneeuwmannetjes. En hier een soort speeltuin met een leuke schommel. Weer erop? Wel leuk, je ziet zelfs het gras alsof je met je voetjes er doorheen bent gegaan. Weet je wat? Dat het gras een beetje afgeeft, moet ik ze goed zeggen. Oké, dus een soort klein kasteeltje zie ik hier. Allemaal kleine dingetjes. En ik ben heel benieuwd naar de Dark Ride. Die hebben we voor het laatst bewaard. Die is best wel groot. En er staat ook met grote letters op. Frozen. Wow. Kijk eens. Oh, ik ben benieuwd. Dat is de uitgang. En dit is denk ik de ingang. Deze is gethematiseerd, maar de redstone doet het nog niet. Zorg dat je dat je de levers met twee mensen overhaalt. Ga jij aan die kant staan? Ja. Tel ik tot drie? Oké, 3, 2, 1, klik. Oeh, dit is tof. We gaan naar binnen. En er is geen redstone, dus hoe gaan we dit doen, Robin? Gaan we een karretje plaatsen en dan dat we erin gaan zitten? Ja, doen we dat zo. En ik weet ook niet welke kant we op moeten. Ik denk die kant... Ja? Gaan we eens kijken hoe het eruit ziet. Nou, daar komen we. We gaan onder... Oh, hij stopt nu wel. Oh, wacht. Is iemand wel bezig geweest? Oh, wow! Wow, ik schiet ineens naar voren. Oh. Hoi, we gaan langs een soort van paleis. Oké, door de sneeuw. En hier hebben we nog een bos. Ja, het ziet er ook leuk uit. Gaan we onder een vlaggetje door. Komen we bij een Rens komen we ook. Rens, een kat, een sneeuwkat misschien wel. En een sneeuwbeer met grote Olaf is hier gemaakt. Dan gaan we door. En dan zijn we hier bij een scène waar Mickey en Mouse onder een soort paleis staan of zo. Dit ziet er grappig uit. Leuk gedaan. En dan komen we bij het volgende stuk. En dat is het einde, geloof ik. Hij is wel gethematiseerd, maar het was wel een beetje kaal, vond ik. Ja. Maar het was wel leuk gedaan. Wel leuk gedaan, ja. Sommige scènes zijn nog een beetje leeg. We kunnen wel iets meer opvulling gebruiken. Ja. Ja, ik vind het een leuk plotje. Het is best wel een klein plotje, maar wel hartstikke leuk. Misschien kunnen we zelfs... zullen we anders nog een plotje doen gewoon?
Ja, dan waarom erbij. Niet? We doen gewoon er nog eentje bij. Deze was wat kleiner. En we gaan gewoon eentje zoeken die via de mail is opgestuurd. Zo, Robin. En het volgende plot is van Finmin. En die heeft ook niet echt een volledig plot. Dus het is wel mooi als je twee onafgewerkte plots hebt. Dan vormt dat samen gewoon één plot. Wat is hier? Mededirecteur Tommy Tongeren. Het baas van de plot is Finmin. De techniek is door Melnatsep. Ja. En helpers zijn er niet. Oké. Okay. Nou, we komen hier bij knuffeltjes. Oh, leuk. En dit is zeker nog geen afgewerkt plot, maar is wel aangemeld om als een keer te doen. En ik denk dat hier een attractie is. Alleen, ik weet nog niet alsof er... Kan jij een karretje plaatsen? Oh, hier zit een iets, hè? Die lever overhalen, ja. Kijk eens, dit is echt een handmatig systeem. Maar als het goed is, moet hij het wel gaan doen. Kijk eens, daar komen de kar. Het lijkt een beetje op een achtbaan die je kent, het Walibi. Ja, de Gravity Falls. Gravity, of de Lost Gravity, ja. Ja, Lost Gravity. Kijk hoor, daar komen de karretjes op, oké. Maar uitkijk dat je hem niet aanraakt, want voor mij is er ook helemaal niks ingesteld met de karretjes. Dus als je de karretjes raakt, dan stopt de baan en dan kan je helemaal niet meer de achtbaan doen, heb ik het gevoel. Ik zal kijken of alles aanstaat. Oké, nou de karretjes stoppen is het automatisch systeem, ik zal er vast in gaan zitten. En ik zal het even overdag maken, want het wordt alweer donker. Zo, hoppakee. Ja, komt u maar, Robin. Nog even hoor. Gooi er maar een paar redstoontjes onder. Dan gaan we eens even kijken of we deze achtbaan kunnen trotseren. Maar volgens mij hij start helemaal... zelf. Ja? Echt waar? Oh, ja. Nou kom maar in alsjeblieft. Ja, kom maar in. Ja. Want ik duurt 40 seconden. 40 seconden. Oh. Ja, en daar vertrekken wij, dames en heren, in deze spannende coaster. Ik ben ontzettend benieuwd. We gaan heel langzaam naar boven. Kijk eens. En boven aangekomen gaan we helemaal tot de grond. Hoppakee, in een bocht. Zo, dit is een hele compacte coaster, maar echt heel vet gedaan. Hij is echt snel, hè? Ja, heel snel. Een klein baantje, maar wel heel compact en leuk. Ik vind hem best mooi. Ik vind de layout ook wel heel erg gaaf gedaan eigenlijk. Moet je kijken. Echt super vet. Super. Oké. Okay. Dan gaan we naar de volgende. Jeetje, hij heeft echt een paar dingetjes. Hij maar. Is bezig hier met de baron. Oké, ja, de baron. Ik zag hier nog een Pikachu. Zullen we eens kijken bij de Pikachu? Even kijken hoor. Alleen voor Vincent. Een cadeautje. Robin, doei! Alleen voor Vincent. Alleen voor Vincent. Echt niet. Ik sowieso. Oké, okay, heb jij een pas? Heb je de Vincent pas? Nee, okay. Ik wil geen eens. Nou, dan blijf je Leg achter wezen. Mij. Oh. Oh jee, volgens mij is dit een soort van jump attractie. Oh jee. En ik heb het gevoel als ik daar naartoe ga... Oh, nee, dat gaat goed. Dat is okay. De vraag voor altijd echt, als jij die jump maps echt, voor je maakt. Sowieso. Maar dit is wel eentje die ik wel kan halen in principe. Althans, dat hoop ik. Zo, het gaat tot nu toe goed. Oh, dit is vervelend. Ik ben heel slecht met de jumping. Ik kijk ook wel eens... Oh! Robin! Ja? Heb je gecheat daar? Nee. Jawel? Nee. Je bent nu ook niet aan het cheaten, hè? Nee. Oké. Dat is niet te zien in de opname, toch? Nee. Knip het er allemaal uit. Oh. Oké, even kijken. Wat is daar? Let op. Gaat hij niet voorste, Robin? Dan kan ik toch niet lezen. Ja. Let op. Naar links. Ja, nou perfect. Ik snap er helemaal niks van. Ik haat jump maps. Verschrikkelijk. Nee, dan begin je weer opnieuw. Oh, dan begin je opnieuw, ja. Hij heeft gewoon een cirkel. Hij heeft gewoon een, het is gewoon een trollactie. Of je moet uiteindelijk van hier. Oh, hier, wacht, hier vandaan. Moet je hier. Daar, kijk eens. Het is gewoon een trollbaantje. Ik vind het wel leuk met die ster. Daar heeft hij allemaal paintings op gedaan. Dat ziet er best wel leuk uit. Ja. Oké. Nou, leuke verrassing. En hier hebben we dan een soort baron... ideeën, maar het is helemaal niet afgewerkt, maar misschien dat hij nog een keer dit er allemaal gaat afwerken. Ziet er wel in ieder geval heel leuk uit. Hij is niet echt heel realistisch, ja. Want hij hoort veel hoger te zijn, maar hij is wel leuk gedaan. Oké. Hij is ook niet af, want nee. Binnen is ook nog niet zo. Nou, dit waren twee onafgemaakte plotjes eigenlijk. Laat vooral een dikke duim achter. En volgende keer gaan we zeker weten een compleet plot doen. Dus vergeet volgende week zeker niet te kijken naar de aflevering Plotwereld. Bedankt voor het meedoen, Robin. Graag gedaan. En tot ziens. Doei.